Ja, hier zijn dus al die meezingers te horen en te zien. Discografie hangt er aan de muur. Welke platen heeft hij gemaakt? Dat is dus ook veel en veel minder dan de theatervoorstellingen die hij heeft gemaakt. Het zijn een stuk of 10 LP's, alles bij elkaar. En daar zijn wel eindeloos veel greatest hits en verzamelalbums verschenen. Maar de echte oogst aan LP's, dat zijn er eigenlijk maar een stuk of 10. Dus die zangcarrière is ook relatief veel minder groot en veel minder van belang geweest dan zijn acteercarrière. Desalniettemin, vrijwel iedereen in Nederland kan liedjes van Ramses meezingen. Dus het mag dan misschien niet zoveel zijn geweest, maar het heeft wel impact gehad. En hij heeft ook ongelooflijk veel navolging gehad. Heel veel jonge zangers en zangeressen die in zijn traditie zijn voortgegaan. Die zijn liedjes hebben gezongen. We hebben ook onderzoek gedaan naar de covers van Ramses liedjes die er gemaakt zijn. Nou, dat is echt niet te tellen. Dat zijn er ontelbaar veel. Mensen willen toch heel graag een keer Laat me hebben gezongen. Of Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Daar zijn geloof ik al 60, 70 covers van verschenen van dat liedje. Sammy is vele malen gecoverd. Onder andere door de Amerikaanse jazzzangeres Blossom Deary heette zij. Maar tot in Amerika zijn zijn liedjes doorgedrongen en nagevolgd. Nou ja, dat zegt dus ook wel wat over de impact. Mag dan wel minder zijn geweest, maar het was wel meer qua invloed dan zijn acteercarrière. Nou ja, je kan hier wat filmpjes zien en wat clips zien. En je kan plakboeken zien, onder andere van Lisbeth List, die natuurlijk door hem ontdekt is en heel veel met hem heeft samengewerkt. Een soort platonische liefdesverhouding, want ze hebben nooit echt iets met elkaar gehad. Maar ze waren dol op elkaar, ze konden niet zonder elkaar. Dat zie je ook allemaal terug in de brieven die Ramses aan Lisbeth schreef. En in de plakboeken die hier van Lisbeth zijn tentoongesteld. Die enorme nauwe band die ze met elkaar hadden. Lisbeth heeft ook deze tentoonstelling geopend. Ja, we zijn nou eigenlijk feitelijk in Ramses woonkamer binnengestapt. Ik heb zelf meegeholpen om dat huis te inspecteren, tussen aanhalingstekens en leeg te halen. En zoals je het hier ziet, zo lag het daar thuis ook. En ik denk dat 3/4 van wat we hebben meegenomen uiteindelijk ook hier is tentoongesteld. Dus je bent hier daadwerkelijk in Ramses zijn eigen huis doorgedrongen. Nou, wat doe je dan? Je pakt een wijntje, je steekt een sigaret op. Je laat je op de bank vallen en je gaat platen draaien. Want we hebben hier een aantal LP's en singeltjes van Ramses neergelegd. En een pick-up uit de jaren 60. Een hele degelijke, zodat hij niet stuk kan. Dus je kan hier lekker in zijn woonkamer gaan zitten. En het even lekker tot je door laten dringen. En ondertussen naar zijn muziek luisteren of naar zijn stem. Die de hele tijd hier, gedurende de openingstijden van de tentoonstelling hoorbaar is. Een van de onbekende aspecten van Ramses is zijn schilderkunst. Hij heeft heel erg veel geschilderd. Niet zoveel in olieverf, vooral in aquarel. Maar de olieverf schilderijen, dat zijn wel de grote stukken. En dat zijn ook wel de indrukwekkende stukken. En je ziet ook dan op platenhoesen bijvoorbeeld. Dat is een platenhoes, tenminste een foto uit een serie waarvan er één van platenhoesen is gebruikt. Maar dan zie je hem zitten voor een schilderij. Dat schilderij staat er nu voor. Je ziet ook aan de zijkant een schilderij hangen van Joop Admiraal, zijn toenmalige geliefde, levenspartner. Zie je daar aan de muur hangen, het echte schilderij. Daar zie je daar ook weer een schilderij van Ramses, piano spelend in een serre met een schilderij daarnaast. Dat schilderij hangt daar, dat is hebben we geleend van de stad Schouwburg. Dus kortom, die schilderijen die zijn onlosmakelijk ook met Ramses' carrière en zijn leven verbonden. Hij legde zijn hele leven vast in zijn liedjes, maar ook in zijn schilderijen. En de personen die een belangrijke rol in zijn leven hebben gespeeld, zijn allemaal ook op doek gezet. Dus ook dat is heel belangrijk en heel interessant en veel onbekender aspecten aan het leven van Ramses. We zullen doorgaan, telkens als we stilstaan, om weer door te gaan, maakt in de orkaan. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan, tot we samen zijn. We zullen